beneden, beneden, omhoog, omhoog. Yes! Yes, yes, yes. Daar zijn ze dan weer! Ja, 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 hier op de Mr. King 7. Serie. Op de Mr. King. Mr. King, niet Mr. King zeggen. Echt. Mr. King 77. Nee, dat vind ik zo... Mensen, kijk, ik ben niet... Ik zeg toch al, als Messi bij Barcelona speelt, heet hij toch gewoon Messi. En als hij naar PSV gaat, heet hij niet eens Harry. Het is gewoon Messi, alleen maar een andere club. Nou, ik ben op een ander kanaal, net als een gastrol bij spreken, maar ik ben de King 77 en al! Ja, zo. Dus voor de kijkers van mijn kanaal kunnen meteen even subscriben op het nieuwe kotkanaal van Paul, ja, natuurlijk. Maar ik ga hem ook veranderen, met name. Ik ga kijken met wat ze kunnen bij Age of Media. Want ja, daar is mijn kanaal daar natuurlijk. Of ze het gewoon kunnen noemen King 77 nou kot. Of zoiets. Dat is gewoon duidelijker. Mister weg en dan King 77 nou kot. Ja. Zoiets, zonder de ervoor. Oké, okay, maar dan moeten we kijken. Want we hadden ooit een One vs. One serie. We hebben heel lang gehad, heel veel weken. 13. We deden per week. 13 weken, hè, zo. Ja. En we hebben natuurlijk met Fucketlist, maar het gaat iets los hiervan worden. Want niet, dit heeft niks met Fucketlist te maken. Dat gaat helemaal apart op de King 77 nou komen. Maar wat we nu gaan doen is gewoon public. Gaan we one versus one spelen. Dus we spelen altijd een public match. En we doen elke aflevering wat anders. Ja. En we gaan niet per week doen. Het is gewoon heel lang. Het kunnen best 50 afleveringen worden. En staat het op een gegeven moment zeg maar, 40-10 voor vis. En dan is het niet spannend, maar dan maar niet uit. Het gaat altijd gewoon... leuk dat Paul altijd gewoon... Hij is wel altijd sociaal. Nou, hoe moet ik zeggen? Je bent altijd wel vriendelijk, zeg maar. Je geeft mij gewoon dat ik ga winnen, maar... 40-10, ja. Nee, we gaan nu snipen. Okay. Ik zal het okay. Klasse laten zien, hè. Ja. We spelen allemaal met dezelfde klasse, deze klasse. Nou ja, bijna andere hetzelfde. Perks. Ja, ik heb alleen één perk anders. Want... Ja. Vis heb liever Ghost dan Lightweight. Maar ik speel Lightweight graag, omdat ik gewoon lekker snel ben. We gaan met een ballista snipen met fastmac en CPU, bla bla, dat zie je allemaal wel. Ja. Volgende aflevering gaan we bijvoorbeeld in deze anders doen. Dan gaan we gewoon tryhard op MW3 met een MP7. Het gaat er gewoon om, het is een heel simpele regel. Ja. Wie staat er boven wie? Het maakt niet uit, alles op een puntje, al is het door caps bij wijze van spreken. Wat nu niet kan, want er speelt 10 deathmatch. We gaan zoeken maar, trouwens. Ja, Vis gaat zoeken, we gaan TDM spelen. En het gaat er nu om, voor aflevering 1, TDM 1 potje. Wie komt er boven wie te staan? We mogen geen killsticks inzetten. Vis haalt ze er af. Oh, echt waar? Ja, ik heb ze eraf gehaald. Oh, niet allemaal. Waarom kan ik niet alles clearen? Clear all. Wel, ja. Ik heb heel geen hard. Killstreaks. En op doek. Zo! Yes, yes. En kijk die ranks. Ja. Dus we gaan gewoon snipen. Zonder killstreaks allebei. En, ja. Want dan maak ik ook punten mee. We hebben geen caps. Je hebt assist points alleen maar. Die heb eventueel van dat je iemand hitmarkt. Dus dat is gewoon het eerlijkst. Wie snipt er het best? Wat een ranks, geen killstreaks. Ik heb ze eraf gehaald. Ja. Dus... Ballista! Zonder secondary ook, zoals je zag. En volgende aflevering, we doen weer iets publics, maar het kan ook op COD 4 zijn. Het kan van alles zijn. Ik haat ook echt Nuketown. Okay. One of us one is back. Voor de mensen zeggen, jullie hebben het nagedaan van iemand. Nee, dit hebben, wij hebben het al heel lang hoor. Yep, klopt helemaal. Onze serie. Maar Nuketown, oh my god. Ja, dat dan. Oh man, Nuketown, ja, ik... Ik ga wel missen door Lightweight, dat is een nadeel, hè? Nee, dat is gelukkig. Ren je niet je dood tegemoet, ja, inderdaad gewoon. Jammer dat je geen tomahawk mag gebruiken. Hmm. Nee, oh, daar hadden we misschien wel op kunnen zetten, maar fuck it. What the fuck? Oh. Nee, ik wou hem stelen van je! Ah! Oh. Ik moet jou zachter zetten, want ze horen jou echt keihard om mijn dingen. Nee, dat valt mee, ik schreeuw nooit. Niet campen, hè, trouwens. Nee, weer... nee, natuurlijk niet. Heb ook genut, want... Oh my god! Heb je een kill? Oh my god! Oh my fucking god! 4 kills. Nee, hitmarker! Mag niet knijven, hè, ook. Nee, wel. In nood. Ja, nee, dat is te lastig. Nee, zo ben ik niet. Oh! Ah! Flakjacket, nog een keer flakjacket. Come on! Oh god! Oh my god! Collateral? Nee, geen collateral. Kut, ik had bijna collateral. Oh my fucking god. Nee, hit maak hem weer! Ace Ballista! Ah! Quickscope, bitch! Dit is een gekke... Yes! Hey! Steal him! Fucking hell! Vind je rug! Oh my god! Ja, ik ben ook tegen je, ik wou niet redden. Ik wou dat je dood ging en dan wou ik hem killen. Oh. Ik had mijn sensitivity ook hoog gezet, dat heb ik niet gedaan. Jij wel? Nee, ik heb hem niet hoog gezet. Moet je eigenlijk wel doen voor snipes. Come on! Waar zijn ze? Oh, het is allemaal kut, mijn aim is kut. My god! Nee, lek, maar ik heb hem. Come on! Nou ja, wat lijkt me! Maar ik heb hem! Nee!
Oh man, wie staat er boven? Oh, hij staat boven me! Ah. Nee, hoe gaat het? 75, hè, Team Deathmatch? Ja, ja. Die staat boven me. Oh nee, een... Nou, kom op nou, hitmarkers. Nee! Kills zijn mensen die al dood zijn. Ik weet niet, het slaat nergens wat ik zeg, man. Ja, dat weet ik wat je bedoelt. Nee! Jij lekt heel erg, jij! Godverdamme! Ja, het lekt heel erg, het lekt heel erg. Oké, Joffie. Oh, fuck, mis. Nee! Ik kan een makkelijke kill maken! Hij ligt... Godverdomme, en dan... Mijn lightweight naait me! Ik mis toch mijn lightweight soms nu! Ja, maar daarom spreek ik ook... Kut! 9 om 10! Oh, jongens, lek! Bubbel vangen! Het blijft lekken! Ja, het lijkt nu als de pest, man. Come on. Huh? Er stond er eentje bij, die verdween ineens. Er ligt er eentje op de grond hier. Easy kill. Ja, die heb ik dus niet, hè. Kut! Ik heb ook een 10 iemand meer gekild, jongen. Ja, hè? Ah, kom op, pest. Oh. Nee! Orbital. Oh, jee, dit gaat dan voordeel zijn voor ons allebei. Oh, my god. Oké, kom op. Oh! Oh, nee, ik wil niet weten, waar we staan. Kom maar. Waar zit ze? Ja, ik heb er een paar nu, achter elkaar. Nee, ik niet 13 dus. Kills. Ondanks de orbital. Ik kom ook niet op me tegen 18. Nu. In mijn rug! Oh, kut. Ja, headshot, bitch! Ik kom terug, die! Nee! Oh my god, oh my fucking god! Hup, headshot. Nee. Oh, kijk mijn kills. Ik ga ze stelen van je, loop achter je. Kut! 17 kills, jij 11! Oh, ik heb al gehoord, ik heb al gehoord, 5. Oh. Zo oh, kut. Nee, ik kan niet meer, want ik kan ook geen assist meer, ik kan niet meer. Kut, achter me. Waar? Alek! Wat een lek! Nee, jij killt hem, maar die hitmark ik volledig. Het lijkt als het pest. Het lijkt echt verschrikkelijk lekker. Ja, ja, het lijkt heel erg. Klopt er voor gemeente? Jij gaf hem een headshot soms in beeld. Nee, ik gaf geen headshot. Oh, dan gaf ik hem, mijn headshot. Dus ja, hij gaf jou een headshot, ja. Lekt als de pest gewoon. Maar daar lag het niet aan, ik ging gewoon slecht. Oké. 1-0 voor Visie. En nu gaat de hoogst migreren. Ja. Dat is altijd zo. Neem me mee eruit. Ja. Tot de volgende keer. Blijf niet zitten. Vergeet niet even trouwens voor mij, kijkers van mijn kanaal. Doneer. Doneer kan ook aan Paul. Maar subscribe even op het nieuwe kanaal van de King natuurlijk, hè. Oftewel Mr. King 77. Nee, als je me zo noemt, die schop ik dood. Meen ik serieus. Op dieven. Kijk, gewoon de King 77 nou. Nooit anders weet. Bye.